Wie had dat georganiseerd? Welke leraar? Barends. En Christine. Bosboom. Barends en Bosboom, denk ik. Ja. Ja, denk ik. Barends en Bosboom. Ja. Gilbert, dit is hem. Gilbert. Engels. En Christina Bosboom. Ja. Die waren altijd samen, die twee? Ja. Ja. Zij vinden het erg leuk om jullie weer te zien. Hier zijn ze alle twee, Barends en Bosboom. We zullen even plaats maken. Kindertjes van het hele dag. Wat leuk. Goed je te zien. Ik herken je meteen nog. Bedankt voor de groet die ik laat. Meneer Barends? Misschien maar even toch achter de tafel. Hoewel dat in die tijd al anders was. Zet er even een stoel bij. En naast elkaar zitten. Leuk hè? Zo. Godbos, we zijn niet veranderd. Nou, ik zeg net een onafscheidelijk duo waren jullie in die tijd. Ja. Hoe kwam dat eigenlijk? Klopt. Ja, we waren een soort tandem. Wij organiseerden van alles samen. Ja. Werkweken, buitenlandse reizen, schoolavonden, ja, muziekavonden. We waren gewoon altijd bezig. We vonden dat spul leuk. Ja. En we organiseerden graag. Ja, en dat spul, hoe zit het erbij nu als je het zo bekijkt? Nou, ik had net achter even moeite met herkennen van Sommergroei. De enige die ik eigenlijk echt herken is natuurlijk Rita. En John Jongerius, want die kwam ik de laatste jaren nog wel eens tegen. Op de bloedbank. Ja. En ja, daar werkt hij. En daar kwam ik mijn halve litertje afstaan. Ja. En meneer Barends, lukt het nog een beetje dat je denkt... Ik heb dus bij de monitor net lopen voorstuderen. En heel langzaam maar zeker komt het plaatje een beetje terug. Maar ik zou, als ik ze op straat zomaar los zou tegenkomen... behalve onze profileerde Rita natuurlijk... dan had ik de moeite mee om ze te herkennen waarschijnlijk. Ja, nog even over die Londenreis. Hè. Dat werd door u georganiseerd. Was dat spannend? Nou, het spannendste was om ze allemaal weer heel terug te krijgen. Want als je er een kwijtmaakte, dan zeurden die ouders, joh, dat was verschrikkelijk. Dus... Dat was niet de bedoeling. Ja. Zit u beiden nog in het onderwijs of gepensioneerd inmiddels? Ik ben gepensioneerd. Ik zit al een aantal jaar in de WHO. Ja. Na 30 jaar was het op bij mij, toen ging het niet meer. Nou, hij mee? Nee, want ik doe zoveel leuke andere dingen. Ik heb een heerlijke tijd gehad op die school. Het was een leuke school, leuke leerlingen. Maar ik heb het nu ook goed. Ja. Ik heb geen heimwee. En meneer Barends? Ik ben vanaf 2001 gepensioneerd. En het is ook niet te erg om te zien hoe die school nu wordt afgebroken. Het is materie. Het is materie. Dat is levend materiaal. Ik vind het wel een mooie omschrijving. Het past ook heel erg bij die tijd. Het is materie. Vindt u niet? Zullen we het daar even behouden? Ja? Dan ga ik een hand geven in de kantine wijzen waar de hapjes op buis staan. Want straks komen zij erbij natuurlijk. Oké. Tot straks. Ja, tot zo. Dank u wel. Ja, die kan. Leuk, hè?